Een rivierprik. Wat? Hier. Ja, heb ze een rivierprik gevonden? Hier, hier, hier. Ja hoor. Ja, inderdaad. Een dode rivierprik. Kijk eens. Dat is grappig. Nou... Dat is een rivierprik. Die heb ik zelf ook nog nooit gevonden. Maar die heeft... Het loodje gelegd. Ja, dat sowieso. Maar die komt hier terug vanaf zee. En dan legt hij hier zijn eitjes. En dan gaat hij dood. Net als met zalm en forel heb je dat natuurlijk ook. Hè? Die gaan terug de rivier op. En dan gaan ze paaien. En dan leggen ze de eieren. Nou ja, en dan zijn ze niet meer nodig. Dit is geen vis, maar het is een rondbek. En het is een ontzettende oude diersoort. Echt al miljoenen jaren oud. En nog ouder dan. Hè, van de haaien is bekend dat ze heel oud zijn. Maar deze zijn dus nog ouder. En, dat mondje, daar zitten echt hele rare tandjes in. En die parasiteert op zee. Ja. Op haringen, op kabeljauw, op allerlei andere beesten, vissen. Daar zuigt hij eigenlijk het bloed van, toch? Ja, hij zuigt het gewoon helemaal leeg. Hij parasiteert erop. Ja. En hij maakt hem gewoon dood uiteindelijk. En dan, als hij dan volwassen is, en dan komt hij terug hier. Dat ruikt hij. Hij ruikt waar hij langsgekomen is ooit. En gaat hij hier op steenachtige bodem, hier in de beek, gaat hij eitjes leggen. Want dit is ook de enige plek in Noord-Nederland, toch? Waar ze ja. Maar dat is grappig, ik heb hem ook nog nooit eerder gevonden. Wauw. Ja, goed gezien.